De groep mag even voor zichzelf werken en praten in verschillende groepjes met elkaar. Zullen we dadelijk met z'n allen bij elkaar spelen? De vorige keer hebben we bij hem thuis gespeeld. En bij jou hebben we ook al gespeeld. En jou, en jou, en jou. Ik heb alleen nog niet bij jou thuis gespeeld. Het is prima als we bij mij spelen, maar is het volgende week wel mooi weer? Waarom moet het mooi weer zijn als we bij jou gaan spelen? Je ziet het dan wel wat waarvoor dat is. Ik heb al een heel leuk idee. Nou, het wordt vanmiddag in ieder geval wel mooi weer. Dus zullen we dan vanmiddag naar school bij jou thuis spelen? Oké, dat kan wel. Oké, dan spreken we bij Diggy bij jou thuis. Oké? Prima. We hebben nou lang genoeg iets voor jezelf gedaan. Nu mag je rekening pakken en aan het rekenen gaan. De groep ging weer aan het werk. En 's middags gingen de kinderen naar het afgesproken plek om bij Elze thuis te spelen. We hadden hier toch afgesproken? We hebben ook geen huisnummer gekregen. Ja, waar zou het huis van Elze nou zijn? Elze! Hoi, daar zijn jullie! Leuk dat jullie er zijn! Waar is je huis? Hoor je erachter of zo? Nee, dit is mijn huis. Huh? Daar stonden de kinderen even vreemd van te kijken. Mijn ouders, broertjes en zusjes staan erachter. We kunnen er overheen gaan. Verbaasd liepen de kinderen achter Elze aan. Wat was hier aan de hand? Nou vrouw, het is wel. Ik ben wel blij dat het zomer wordt. In de zomer is het wel fijn om lekker buiten te slapen. Ik zeg dat wel. Ik vind het wel zo fijn dat de kinderen zo blij en zo fijn aan het spelen zijn. Twee bier. Twee handen! Steen, papier, schaar! En hoe is het met Suzanne en Erika? Nou, de kleintjes vermaken zich ook wel. Mam, wat eten we vanavond? Nou, we kijken wel vanavond even wat we kunnen vinden. Dat was wel lekker zijn, mam. Hoi, papa. Dit zijn mijn vriendjes van school. Kijk, dat is mijn moeder, dat is mijn vader. En dit zijn mijn zusjes en broertjes. Hè? Wonen jullie hier? Menen jullie dat? Dit lijkt helemaal niet op een huis. Vroeger woonden we in een ver land in een heel groot huis. Nou, we hadden... Er kwam oorlog en er was een heel groot bom op ons huis gekomen. Het was wel erg, maar er was niemand gewond. De oorlog bleef maar doorgaan en toen hoorden we dat in Utrecht vrede was. En daarom gingen we in Utrecht wonen. En nu wonen we hier al 2 jaar. Het mooie hier in Utrecht is dat hier de vrede wordt gevierd. En niet eens de oorlog. Leuk toch? Zullen we gaan spelen? Tiki! School stond er een groepje kinderen te praten. Het nieuws over Elze en haar familie ging erg snel. Weet je? Hey jongens, hebben jullie al gehoord van Elze dat ze geen huis heeft met 7 kinderen als het gezin? Echt waar? Nee. Echt? Dat kan toch niet? En ze wonen daar met 7 kinderen. Maar hoe zijn ze daar dan gaan wonen in de buitenlucht? Of, ja, zo. Ze hadden in hun oorlog, daarom zijn ze hierin gekomen. In Utrecht is vrede, dus daarom zijn ze hier komen wonen. We moeten echt wat doen, zo kan het toch echt niet langer. Ik weet het. Jongens, ik hoor dat jullie het hebben over Elze, die geen huis is. Misschien kunnen we wat doen om haar in een normaal huis te laten wonen. Wij zijn allemaal in dezelfde maand jarig, kunnen we niet iets gaan doen? Ja. Omdat ieder kind recht heeft om een normale woning en niet buiten hoeft te slapen, komen ze op een idee om in de maand dat ze jarig waren de klasse langs te gaan. Ik wil heel veel van kopen. Euro. Kom, we gaan naar groep 6. Die zit daar. Hallo, wij houden een inzamelingsactie voor het gezin van Elze. Die woont in een heel klein hutje. Hebben jullie misschien wat geld voor ons? Bedankt. Dankjewel. In een klein huisje had de juf van de groep een groepje klusjesmannen verzameld. En de juf vertelde wat er aan de hand was. Dus de taak is aan jullie om hier een mooi huis te bouwen. Oké, mannen. Kom op, aan de slag. Oké, ik ben met de leiding en die zijn nog bijna klaar. Ja, ik ga even de verwarming aansluiten. Na een paar weken was het huis helemaal mooi geworden en was het tijd om de ouders van Elze te laten verrassen met de nieuwe woning voor het gezin. Mogen we al kijken? Jullie mogen je blinddoek afdoen. Dit is jullie nieuwe huis. Nu hoefden Elze en haar gezin niet meer in de buitenlucht te slapen en ze hadden een echte woning. Het is ook voor jou en je 7 kinderen.
Dankjewel. Absoluut.